Goedenavond, dit is Mark Reinebo, een jong en veelbelovend Vlaams nationalist die in zijn jongste boek beweert dat België weldra zal verdwijnen. Uw applaus voor Mark Reinebo. Goedenavond, Mark. Heb ik een klein beetje overdreven of platweg gelogen? Je hebt het niet goed begrepen, denk ik. Okay. Maar het was goed geprobeerd. Bestaat België nog binnenkort? Binnenkort wel, maar hoe lang dat nog gaat duren, dat is nog een beetje twijfelachtig. Daar zullen we het straks nog over hebben, uiteraard. Ben je al naar de boekenbeurs geweest? Want gisteren was het vooropening. Dat was vooropening en ik ben er vandaag ook al eens naartoe geweest. En gillend weer weggevlucht, want de massa was zeer groot. En allemaal voor Mark Reinebo. Allemaal voor mij, natuurlijk. Ja. Vind jij dat fijn, die confrontatie met de fans? In principe wel, maar ik ben een beetje mensenschuw en ik tracht dat toch te beperken eigenlijk. Maar het zijn doorgaans heel vriendelijke mensen en de menselijke warmte die je krijgt is ontroerend. Okay. Is dat een feest of is het een Vlaamse kermis, de boekenbeurs? Het is een boekenbeurs om te beginnen. Oh, ja. Maar feestelijk voor de boekenliefhebber natuurlijk. Ja. Okay. Laten we de gastenlijst even doornemen, Mark. Jenny Tangen komt, ken je die? Ja, zeker. Toen ik jong was, had ik daar veel schrik van. dat zal dadelijk terugkomen, denk ik. Het is moedercent uit de Heren van Zichem. Tunen, weet jij wat dat precies is? Tunen, ja, dat is jouw radio goed afstellen. Maar je kan ook nog andere dingen afstellen. Jonge dames, neem ik aan. U vraagt, wij draaien, zou ik zeggen. Maar inderdaad, er komt een Miss Belgium Beauty van... Twee jaar geleden, maar nog vers eigenlijk. Ja, nog consumeerbaar. En we hebben ook een Belgisch kampioen, levend standbeeld te gast. Ja, die heb ik al de eer gehad te ontmoeten. Ja. Enfin, ontmoeten is veel gezegd. Ontmoet je zo iemand of niet? Je ziet dat, denk ik. We vragen het hem straks. En als je een duif bent, doe je iets anders. Ja, inderdaad. Maar eerst kunst, en wel met een grote K. Eindelijk iemand die kunst begrijpt. Voor velen is hij zelf een kunstwerk. Rick de Leeuw. Wat is kunst? Wat is kunst? Die blik in zijn ogen, daar is kunst. Wat is kunst? Wat is kunst? Dag Rick. Ja. Wat is kunst? Ik heb nog altijd geen flauw idee. Wel weet ik dat er ook dingen kunst blijken te zijn waarvan ik nooit vermoed überhaupt dat het kunst was. Gisteren ben ik in Brussel bij het Vlaams parlement naar een tentoonstelling geweest in de Loquette. Dat is een prachtige zaal, een tentoonstellingsruimte bij het Vlaams parlement. En daar hebben ze de tentoonstelling Iconen van Design in Vlaanderen. Dus design, toegepaste kunst. Kijk. Er zijn gebruiksvoorwerpen die... De nagel op school. Heel goed. Die een heel mooie vorm hebben. Ja. Ja, zeg het. Dat is niet waar, moet je zeggen. Hè? Nee, je zegt het. Ik wilde hier veel langer over doen. Nee, oké, maar... Nee, het is inderdaad... je ziet gebruiksvoorwerpen, zoals je zegt. Maar dan gemaakt door de topontwerpers van Vlaanderen. En je loopt daar binnen. In het begin is dat een beetje lacherig of ongemakkelijk. Ik bedoel, je loopt daar en je kijkt naar een wastafel. En ja, je hebt dat wat je in sommige moderne musea ook hebt. Dat je denkt, is dit nou de stofzuiger van de schoonmaak die vergeten is? Of is dit conceptuele kunst? Dus je staat een beetje, ja, wat moet je ervan vinden? Maar gaandeweg zie je bij dat al die ontwerpers het evenwicht zoeken tussen vorm... Een functie, toch? Dus je wil eigenlijk zeggen, het zijn gewone alledaagse dingen waar even over nagedacht is. Waar langer over nagedacht. En waar ze ook proberen de grens op te zoeken van hoe ver kan je gaan om iets zo mooi te maken dat het nog wel bruikbaar is. Maar wat is het belangrijkste? Dit is inderdaad een... Een zwembad. De Gravioli is dit. Oh. Dat is een doodskist, een sarcofaag, maar dan gemaakt op pasta-basis. Op pasta-basis. Ja, dus... Christian onderweg geen honger te hebben. Ja, dat denk ik. Brood zijn is uiteindelijk een uithoudingssport natuurlijk. Ja, dus, vraag het. Ja. Maar het is dus de ravioli. Hè? De ravioli kennen we uit de Italiaanse keuken. Dat is vlees met een deeg. In een pastazakje. Deegomhulsel, ja. Maar de bedoeling is meer dat je gelijk met je omhulsel verteert. Dus dat verteert samen. Wat je daar ziet, je loopt daar een tijdje doorheen. En je begint opeens de
het trucje of het belang ervan te zien. Dus je denkt, bij de ene denk je, oh, dat is niet zo goed gelukt. Bij de andere denk je, prachtig. En op het eind, daar staat een soort, moet je door een deur heen. En daar kom je bij de absolute top van het Vlaamse design. Dit is echt een soort schrijn, een vitrine waar het. Kijk. Kijk. Ja. Ziet er vertrouwd uit. Ja, ziet er zeer vertrouwd uit. Ik wist niet dat het Vlaams was. Heel veel mensen wisten niet dat het Vlaams was. En... ik ken die... het is niet dat ik die mensen goed ken, maar ik was oprecht geïnteresseerd. Ik heb voor één keer dat meegekregen van de directie van het museum. Nee, oh, niet aankomen, dat is... Maar dus ik kom daar thuis al een jaar bij wijze van spreken. Ja, maar don't try this at home. Dit is serieus. Als je er naar kijkt, als je ziet hoe vorm en functie hier bijna in perfecte harmonie samenwonen, dan snap je opeens hoe knap het is. Dit is ook wereldwijd, hè, want het succes van design, van industriële vormgeving, mag ik uitroepen. Dat is natuurlijk verkoop. Als eigenlijk is het al succes als je ontwerp in productie wordt genomen, maar als het op deze schaal over de hele wereld gaat, dan dit is werkelijk top. Dit is Vlaams genie dus. Dit is Vlaams genie. Ja. Ja. Het is jammer dat je er niet. Het is een gebruiksvoorwerp, maar je mag er niet aankomen. Dat is toch niet. Ik ga het waarschijnlijk ook altijd tegen jou. Maar het leuke is, als je dit soort dingen heb je gewoon thuis staan. De meeste mensen hebben het thuis staan. Maar je hebt je nooit gerealiseerd hoe ingenieus het is. En in totaal kan het precies één kastje vullen. Het is, in Japan heeft iedereen het. Dus het is echt wereld over. Dit heet de Space Saver. Het is functioneel. Ja, omdat het compact netjes in één kast bij elkaar kan. Maar hoe is de naam? De Leeuw. En ik heb er een gedicht over geschreven. Ik wil dat graag... want het is serieus inspirerend. Ik zou erheen gaan. Het is een mooie tentoonstelling in de loketten. Loketenzaal van het Vlaams Parlement. Ja. Leg jij dat uit? Ik ga een gedicht schrijven. Mag ik daar een streepje muziek bij, heren? Het heet Open de Ogen. Open de ogen, wijd open de poorten. Laat het maar komen, het is overal. Een wereld te winnen, binnen de grenzen, achter de deuren. Het is er al lang. Dus koester de lijnen, de functie, de vorm. Bezit wordt een gave. Het zien wordt de kunst. Rick de Leeuw! Dank u wel. Mark, de titel van jouw boek is Een geschiedenis van België. Ja. Een geschiedenis. Welke geschiedenis is het dan? Een vrij algemene geschiedenis, maar een interpretatie. Dat wil zeggen, dat is niet allemaal zeer objectief. Het is allemaal juist uiteraard wat erin staat. Wat is het verschil tussen juist en objectief? Wel, het is niet een cool verteld verhaal van nu gebeurde dit en dan gebeurde dat, maar het is een interpretatie, hoe het allemaal samenhangt. Geschiedenis of geschiedschrijving is altijd interpretatie, nee? Ja, maar ik wil ook niet het tegendeel voorwenden. Het is niet de geschiedenis, het is... Maar waarom zo vals bescheiden? Als je de slimste mensen ter wereld mag bij wijze van spreken jureren, dan ben je toch slimmer dan de slimste mensen ter wereld. Het is tegen mijn natuur, maar... Ja, dat is het. Ja. Maar ik vond dat dat duidelijk moest zijn voor dat argeloze zielen niet in de val zouden trappen. Dus we zijn van tevoren gewaarschuwd. Heeft België eigenlijk een interessante geschiedenis? Wel, ik zat daaraan te twijfelen toen ik dat aan het... Of liever toen het af was, ik de inleiding moest schrijven. En dus wat doe je dan? Je gaat even spieken in andere boeken van hoe schrijven ze die inleiding. Van echte schrijvers. Van echte schrijvers dan. Van echte landen. Ja, ook nog. Ja. En ik had zo'n Italiaan die begon uit te leggen van hoe geweldig, cruciaal Italië was geweest vanaf het jaar 1000 voor Europa. Europa zou niet hebben bestaan zonder Italië. Maar toen heb ik gemerkt dat eigenlijk elk land, het onnozelste land, is interessant genoeg om daar een boek over te schrijven. Daar gebeurt van alles. Vooral, het is ons land. Wij wonen daar, wij dragen dat mee. Je hebt het net het onnozelste land genoemd, geloof ik. Zelfs het onnozelste land. Zou je een boek over de toekomst van België kunnen schrijven, of zou het dan veel dunner zijn? Want we zijn er daarnet over begonnen, maar... Ja.
Wel, ik heb me dat zitten afvragen aan het einde van het boek. Het maakt niet echt deel uit. Het is geen hoofdstuk, maar wel een epiloog. Dus gewoon even kijken van waar het naartoe gaat. Is mijn idee toch dat België niet zo verschrikkelijk lang meer zal bestaan. En dat is interessant, want eigenlijk heb je dan een soort biografie. Je weet wanneer het begint, 1830. En je weet ook, ja, het zal eens doodgaan. En dat is dan, ik weet het niet, 2050, 2080, misschien overmorgen. Ik weet alleen, het zal per ongeluk gebeuren. En het zal niet erg zijn. Waarom zal het per ongeluk gebeuren? Zoals een oud vrouwtje struikelt over straat per ongeluk. Ja. Nee, België is een ingewikkeld land met heel die staatshervorming en zo. Maar daarom ook een beetje een kwetsbaar land. En wanneer zo plots de gemoederen weer eens hoog oplaaien, is de kans groot dat er iemand, men heeft al eens geprobeerd, een institutionele atoombom daarmee dreigt. En als men die om een of andere onnozelheid zal laten ontsnappen, omwille van omwille van een of andere spanning, ja, dan zal het met België gedaan zijn. En ik weet zeker, zanderdag zal iedereen dat betreuren. Want we gaan dat missen, België, als het zal weg zijn. Maar elk land wordt steeds minder belangrijk, elke staat. Ook, dat zal ook voor Frankrijk gelden over 50 jaar. Dus zeker voor België. Dus België, ik zou daar niet te veel in investeren, mocht dat op de beurs komen. Je moet natuurlijk criteria hanteren om bepaalde feiten of gegevens, de trein, de eerste trein, om dat soort zaken in je boek te brengen. Welke criteria zijn dat? Vanaf wanneer is iets belangrijk genoeg om in de geschiedenis of een geschiedenis van België te worden opgenomen? Wel, eigenlijk van zodra ik het interessant vind. Oké. Laten we eens kijken. Vandaar ook een geschiedenis. Ja, het fenomeen Tupperware. Het fenomeen Tupperware. Ik denk dat het erin komt, niet in de beschrijving, want ik wist niet dat dat dus een Vlaamse bedenksel was. Lekker voorbereid, het boek. Ja. Hij heeft juist uitgelegd dat ongeveer het belangrijkste wat België ooit heeft gehoord. Ik zei nog, wacht nog even met het boek. Ja. Maar nee, hoor. Nee, redden we ook niet, hoor. Pas nu is het dus bekend geworden, maar in de tweede druk zal dit uitvoerig gemeld worden. Dus goed, nou, dank aan de heer De Leeuw. Bel mij. Een voorzitter van een politieke partij die een kookboek schrijft. Dat staat er, dat staat ook in de epiloog, hoe de politiek stilaan naar de verdoemenis gaat. Omdat sommige politici denken bijvoorbeeld dat ze een kookboek moeten schrijven in plaats van aan politiek te doen. Ja. En denken nu dat ben je gewoon jaloers op het feit dat de rij voor de signeersessie van Steve Stevaart langer was. Veel langer is en dat er printjes in zijn boek staan. Bij mij geen enkel. Niet. Nee, dat is waar. De begrippen stroelen, de diepste draai en het grage gangetje. Meneer Uiterhoeven, staat u mij toe dat ik in naam van de welvoegelijkheid dit soort dingen uit het boek heb geweerd? Welk van de volgende personen, Mark, kunnen in een geschiedenis van België voorkomen of komen erin voor? En waarom wel, waarom niet? Verhofstadt of Stevaart? Ze moeten er alle twee in komen. En ze staan er trouwens ook alle twee in. Zij het helemaal op het eind. En ik denk ook dat zij een anekdote in de geschiedenis zullen blijven. Dus wanneer België dood is, zal niet echt op de... Die twee, nee. Okay. Nee. Sergio of Wiltura? Wiltura staat erin, maar Sergio had erin gekund. Wiltura staat erin als toch een monument van onze Vlaamse cultuur. Sergio is dat op zijn eigen wijze natuurlijk. Ja. Maar die heb ik dan meer onder een algemene noemer, ontspanning, erin gezet. Alain Grootaars of Mark Reinebo? Wel, ik sta erin, ik sta zelfs op kaft. Ja, kijk, ik heb gewoon bescheidenheid. Ik sta op de rug. Ja, ik sta er achteraan op. Dus ik vond dat dat meer dan genoeg was. Ja, okay. Zo figuren in de schaduw van die mensen staan, die mogen we daar verder niet meer in. Dus Alain Grootaars niet. Koning Boudewijn of Prins Laurent? Koning Boudewijn. Ik denk toch dat, hoewel Prins Laurent duidelijk zwaarder is, dat de stempel die... En meer een uiting van de nationale volksaard? Ja, misschien wel, maar ik denk toch dat koning Boudewijn, die toch een beetje onze vader was van ons allen. Ik heb altijd... Als je wilt bidden, we gaan onmiddellijk ik onze denk vader. Dat zijn geest hier rondwaart. Ik heb trouwens al een tijd lang moeite gehad met koning Albert. Ik vond dat... Ik heb nooit iemand anders gekend als koning dan koning Boudewijn. En zo, koning Albert was zo de broer van koning Boudewijn eigenlijk zo. En die echt... De broer van de gele trui heeft niet de gele trui. Voilà, precies. Ja. Dus dat is niet echt. Dus dat begint nu een beetje te komen, maar... Ja. Boudewijn wordt met grote piëteit opgevoerd in het boek. Louis Tobak of Mark Eiskes? Tobak. Mark Eiskes is al genoeg in de laatste show maar is geweest, wel, ja, okay. Maar is wel premier geweest en Tobak? Slechts 3 maanden. Dat is bijna een record. Er zijn mensen geweest die korter premier geweest zijn, maar dat is wel een prestatie. Of zelfs 6 maanden. Enfin, Eén dag gele trui is ook gele trui, zeg ik altijd. Dat mag je zeggen. Ja, ik heb dat zeker nog eens. Maar Louis Tobak, waarom is hij zo belangrijk geweest? Louis Tobak is de incarnatie van een zeer archetypische Vlaamse politicus, denk ik zo. Bullebak.
slim ook. Ik heb groot respect voor de Witte Pak. Maar niet echt een groot democraat. Ik denk dat hij daar ook niet makkelijk of beter geen ruzie mee kreeg met de Witte Pak. Want dat eindigde slecht. Ik heb ooit eens rondgelopen op het stadhuis, op het plein voor het stadhuis van Leuven. En zijn eerste reactie was, hij is dus baas van de politie, uiteraard, zoals elke burgemeester. Had ik dat gezien, ik had u door de politie van het plein laten smijten. Dus dacht ik van, ik ben toch een simpel burger, ik mag dat toch wandelen, maar nee dus. Maar een groot politicus. Althans, niet in gestalte, maar wel in betekenis. Ben jij geïnteresseerd in geschiedenis van ongeveer alle terreinen? Ik bedoel ook sport, muziek of alleen politiek? Nee, het gaat over zeer veel dingen. Ja, zeer veel. Het gaat ook over maar ben je zo de historicus die geïnteresseerd is in zijn eigen stamboom? Ben jij een genealoog om even tot op jouw hoogte te klimmen? Je hebt dat goed uitgesproken. Zo de klemtoon lag juist. Dank u, feliciteer trouwens. Nee, ik heb dat nooit gedaan, maar ik heb ooit eens familie van mij in de Verenigde Staten opgezocht. Het was een zeer ontluisterende ervaring. Maar dat was louter toevallig, omdat ik een goede reden vond om naar de Verenigde Staten te gaan. Maar voor de rest... Je bent geboren in Congo, dat weet je nog. Ik ben in Congo geboren, ja. Ik moet dat geregeld opschrijven. Ik heb altijd miserie. En hoe heette die stad weer waar je geboren bent? Die heette Albertstad. Uitgerekend Albertstad. Jammer. Nou, ja. Boudewijnstad, dat was nog iets geweest. Dat lag 60 kilometer meer naar het zuiden. Het heet nu trouwens Moba. Dus zelfs daar overleeft hij niet, onze vorst. Heb je daar nog herinneringen aan de Congo? Is het eigenlijk Congo of de Congo? Ik zeg Congo. Congo, ja. Het is het getuige van een zekere kolonialistische ingesteld over de Congo te en spreken. Kivu is het? Kivu of de Kivu? Zeg maar Kivu. Ik kan jou nog een Kivu. Aantal andere... Jullie zijn terug naar België gekomen? Ja. De familie bedoel ik. Nu spreken we over het geslacht Rijnenburg. Ja. Het gezin is meer dan genoeg. Het gezin is veel geslacht. En waar zijn jullie dan gaan wonen? In de buurt van Gent, in Oostakker, waar mijn ouders nog altijd wonen. Ja. En ik woon altijd in Gent. Laten wij daar nu net gisteren gepasseerd zijn, in Oostakker. Ik herinner mij hem als een sterre jongen die zeer verstandig was. Hij liet zich niet opmerken, denk ik. Maar hij was wel bewust dat hij iets in zich had. Dat hij iets kende, denk ik. Maar hij had vrienden. Ik ken zelfs een goede vriend van hem. Dat is hier dokter Mark van Erwegen. De tijd dat hij en zijn broer bij mij kwam op de kamer om te spelen, schoten we af en toe een keer met een loodjesgeweer naar de mussen. Ze zijn uitgegaan in 1973. Nee, hij was toen volgens mij maar 17 jaar. Hij was een jaar jonger dan ons. Hij was dus op gebied van intellect, denk ik, vroeg rijp. Mark staat er zeer mooi op. En zoals alle leerlingen, of de meeste toch, heeft hij lange haren. Zo. Dat was toen zeker en vast de gewoonte bij de jeugd. Hè. Hij was een gesloten type. Meer introvert en nadat ze mij zeggen, zou hij nu meer extravert zijn. In het schoolblaadje van toen kregen we teksten binnen en hij kon die direct in mooi Nederlands omzetten aan de dactylomachine, zomaar, zonder na te denken. Gedurende de paasvakantie maakte het zesde jaar een reis naar Italië. En achteraf heeft hij dan een zeer poëtisch verhaal geschreven over zijn bevindingen. Zeer mooi. Hij kwam regelmatig bij mij thuis, ik bij hem thuis. Maar hoe had hij aan de... ik durf dat bijna niet zeggen. Hoe gaven ze dan de naam? Ik ga kwaad zijn als ik dat zeg. De choco's. Maar was die omdat ze graag choco aten? Mijn moeder zegt dat daarom is. Of was die omdat ze van de Congo kwamen en een donkere huidskleur hadden, dat weet ik niet meer. Mark, de Rijnenboos werden in Oostakker de Choco's genoemd. Verklaar. Het is... ik heb dat weinig of nooit gehoord zelfs. Maar nee, dat is achter de rug zoiets. Ik denk dat met dat Congolese verleden te maken had. Je had toen nog echt van die zwarte quata chocolade, of quata choco, ik denk dat daarmee te maken heeft. Maar dat was wel iets, omdat zo
Iedereen had toen wel iemand in de Congo die je kende, maar zo echt mensen uit de Congo, dat was een beetje dubbelzinnig zo. Omdat aan de ene kant was daar een zekere bewondering voor, want het was een avontuurlijke geest. Aan de andere kant ook wel een zekere jaloezie misschien, ik weet het niet juist. Maar dat was een raar volk eigenlijk. Raar volk. Maar schrijven was je blijkbaar al goed in van de middelbare. Je zegt iets van democraat of weinig democraat Louis Tobak, maar de teksten komen binnen en meneer Reinebo verandert ze wel allemaal, als ik het goed begrepen. Het moet wel goed zijn natuurlijk. Maar dat zegt Louis Tobak ook natuurlijk. Ja, precies, het plein moet wel leeg zijn natuurlijk. Vandaar dat ik hem een groot politicus vind. Bedankt Mark. Blijf er nog even bij. Onze volgende gast is een standbeeld. Lothar Grob. I'm still standing. Lothar, proficiat, want je bent bijziend. Verschrikkelijk bijziend. Ja, ja. Dat is wel een lekker warme plaats. Ja, ja, daar is voor gezorgd. Daar is voor gezorgd. Hij komt uit de Congo. Jij bent Belgisch kampioen, levend standbeeld. Vertel eens heel kort waar dat vandaan komt. Wat is het verschil tussen levend standbeeld en eventuele andere mogelijkheden? Ja, je hebt een levend standbeeld en je hebt een gewoon standbeeld. Mm-hmm. Een gewoon standbeeld dat je overal in elke stad tegenkomt. En je hebt levende standbeelden, mensen die graag standbeelden imiteren, die herkend willen worden als standbeeld. En het Belgisch kampioenschap is nu voor dit jaar de allereerste keer geweest. En dat is een wedstrijd waar allemaal levende standbeelden aan kunnen deelnemen. En jury bekijkt dat dan en die oordeelt wie dat er in aanmerking komt voor een bepaalde prijs. En waar moet die jury op letten? Wat zijn de criteria? Je hebt verschillende criteria en hangt er een beetje af van welke jurylid zijn eisen aan stelt. Je hebt natuurlijk het stilstaan op zich. Kan die persoon effectief goed stilstaan? Trilt hij een beetje? Hoe is zijn ademhaling? Staan zijn ogen op een bepaalde plek? Heeft hij zijn ogen open? Ik heb bijvoorbeeld altijd mijn ogen open. Mm-hmm. Je hebt heel veel standbeelden die hun ogen gesloten houden. Dat is kwestie van voorkeur. Als je de ogen open hebt... Doe je ogen eens dicht? Dan... Ja, dat is toch meer standbeeld, nee? Dat is meer standbeeld, zeker weten. Maar ik vind persoonlijk dat je de ogen open moet houden, dat geeft een extra iets. Inderdaad, de ogen dicht, maar dat vind ik dat weer te makkelijk. Dat lijkt me te simpel, gewoon met de ogen dicht. En ik vind dat niet mooi. Heb je een record stilstaan? Of speelt dat geen rol eigenlijk? Jawel, voor mij momenteel staat mijn record op 5,5 uur. En 6 maanden geleden, ja. Ik ben van april tot september elke dag heb ik stilgestaan. Nee, ik dacht van april tot september. Dat is geen 5,5 uur. Net iets langer. Ja. En daar heb ik elke dag in getraind. En na 4-5 maanden merkte ik dat mijn stilstaan veel beter was. En merkte ik ook dat ik veel langer kon stilstaan. Jij praat ook heel goed. Waarom doe je dan niet een of andere podiumkunst waar lichaam, beweging en ook nog taal een rol spelen? Ja. Ik gebruik de taal op een andere manier, in de zin dat ik ook wel bezig ben met andere dingen. Maar het standbeeld zijn, het stil zijn, de mime heeft me altijd veel meer aangesproken. Ik ben ook mimespeler en dat heeft me gewoon veel, veel meer aangesproken. Ik vind dat je op een non-verbale manier zoveel meer kunt zeggen dan met stem. Het is ook, de communicatie bestaat ook voor 75% uit non-verbale signalen. En dan vind ik eigenlijk dat taal er een beetje te veel aan is, een beetje overbodig. Als je helemaal niks doet... Taal is overbodig. Ja, dan zeg je ook niet veel. Vanaf het moment dat er mensen geld in mijn bakje gooien, dan beweeg ik ook. En dan ga ik de interactie aan met het publiek. Dat is ook een heel belangrijk criteria waar de jury op let. Hoe is de interactie met het publiek en hoe beweegt hij? Als het standbeeld beweegt, hoe beweegt hem dan? Dus je mag aan het... geld gooien in het publiek, laten merken dat je dat sowieso, zeker weten. Ja. Ik bedank de mensen dan, of ik speel erop in, hangt er vanaf. Of zeg dat het nog niet genoeg is. Ja, nee. Nog iets. Elke gift is goed, behalve natuurlijk knopen. En gebeurt dat ook oude nog, Belgische franken krijg ik ook nog vaak. Mijn collectie wordt al heel groot. Het is het gebaar dat telt voor het standbeeld. Goed, je staat er ergens op straat. Wat kan er dan allemaal gebeuren? Want het is een buitenkunst, zullen we maar zeggen. Dus je hebt het weer, eerste factor. Ik zorg er altijd voor dat ik weet welk weer dat is. Niet door naar het weerbericht te luisteren, want dat komt toch niet vaak. Ik kijk gewoon naar buiten en als het weer meeziet, dan ga ik standbeeld spelen. Dat is een van de factoren waar je op moet letten. Ik zorg er ook altijd voor dat ik weet waar ik sta.
in de zin moest het beginnen te regenen. Mijn kostuum kan daartegen, maar mijn make-up niet. Okay. Ah, ja, okay. Dat ik dan ook. Dus als het stront regent, enfin, daar wil ik het net over hebben, duiven. ja, overkomt je dat wel eens? Dat die duiven erin tuinen eigenlijk? Er is nog nooit een duif op mij komen zitten. Dat is mij ook al vaak heb ik afgevraagd. Je zou wel de ultieme bekroning vinden, hè? Ja, dat heb ik mij al vaak afgevraagd. Ja. Van hoe komt het dat ze 5 meter verder wel gaan zitten en niet op mij? Lastige mensen, want je staat daar. Je hebt heel vaak. In het begin had ik dat probleem. Toen ik 6 jaar geleden begon, toen had ik heel weinig ervaring met de interactie in het publiek. Ook in het stilstaan is er een interactie met het publiek. En toen merkte ik dat er totaal geen grens was. De mensen kwamen tot heel dichtbij, die bewogen, die begonnen mij te verplaatsen en op andere manieren. Hier te zetten. Ja, dat, is, ja, ja. Oh. Dat is misschien grappig, nee, maar op dat moment is dat heel vervelend. Ja. En nu durf ik toch wel zeggen dat ik na 6 jaar een soort van macht uitstraal. Dat ik als ik op mijn sokkel sta, dat ik echt een macht uitstraal. Dijf en het gaat zelfs zo ver dat mensen tot 5 meter ver rond mij komen staan. En de cirkel die daartussen is, noem ik altijd de magische cirkel, durven ze bijna niet door te doorbreken. Het gaat. Om voorbeeldjes te geven, mensen hebben geld, ze zullen het altijd aan hun kind geven, niet omdat het kind zo leuk vindt, maar ze zelf niet durven. En als ze dan toch zelf moeten gaan, dan zullen ze altijd zo snel mogelijk uit die cirkel proberen te verdwijnen. Altijd. Maar ook nooit iemand die zo flauw plezant is, die wat gedronken heeft zo, en dan... Mensen die mij komen kittelen, mensen die moppen komen vertellen. Goeie. Ik heb nog nooit gelachen. Nee, dat mag een standbeeld ook. En ze mogen mij ook komen kittelen. Dat is ook een van de uitdagingen die ik aanga. Ik ben een levend standbeeld, test mij. Maar zolang we houden rekening mee, ik blijf een mens. Dus begin niet te slagen of te stampen. Om een voorbeeldje te geven. Er heeft ooit eens iemand gezegd van we kittelen hem, er gebeurt niks. We vertellen hem op, er gebeurt niks. We doen voor zijn ogen, er gebeurt niks. Dan slagen we hem. En toen heeft hij recht in mijn kruis geslagen. Huh? En sindsdien... Kijk. Klop jij nog eens om te zeggen? Dus dat is het enige dat niet meer leeft. Is dat concentratie? Dat is echt helemaal... Is dat concentratie of is dat een... Ja, top. Ja. Ik stond er me altijd even af met mijn vriendin vooraleer ik... Het gemakkelijkste. Oké. Okay. Ik zou zeggen, ga maar ergens staan. Hier bijvoorbeeld is een soort sokkel. Ja. Goed voor jou? Ja, voor mij is dat perfect. Kijk, maar wel stil blijven staan, hè? Want het programma gaat nog wel even door. Geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Ik heb altijd al een asbakhouder willen zijn voor de plek. Ja, dat is goed. Ga maar staan, ga maar staan hier. Zo. Voldoende zo? Ja, ja. Moet je bril af? Ja, ik kon niet zeggen. Ja, bril af. Dank je wel. Wij halen er een non bij. Tijd voor de beroemdste zuster van Vlaanderen. Vrij verstandig, een S, Bush niet, hè. En ik vind, hè. Dat je dat kunt zien als een nieuwsbus. Zullen ze soms paraplu zien? Na meer dan 30 jaar is moeder Cent terug van de weg geweest. Ze is nog niks veranderd, want ze zegt nog steeds haar gedacht. Dames en heren, uw applaus voor Jenny Tange. Jenny, je speelt opnieuw Moeder Cent. Ja. Hoe komt dat? Kon je het niet laten? Ik kon het niet laten, ja. Het is zo dat ik het 50-jarig bestaan van de Vlaamse televisie en de heruitzending van Wij Heren van Zichem daarvan wou profiteren. En ik heb hem gelukkig op de kop kunnen tikken. Wie? Frank van Laken. Die heeft dat voor mij geschreven. Moeder Cent, ik zocht een titel. Moeder Cent zoekt een vent. Ja. Maar hij heeft er Moeder Cent mal content van gemaakt. Ja. In het stuk gaat ze op bedevaart naar Oostakkerloerden. Naar Oostakkerloerden. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dat is vlakbij die beelden die ik net zag. Ja. Want ik dacht speciaal, het is voor mij, dacht ik. Het was voor mij. Ja, dat is voor mij. Maar dat treft, wij zijn ook daar gisteren op bedevaart geweest. We bevinden ons hier in het bedevaartsoord van Oostakkerloerdes, dichtbij Gent. En zoals je ziet, een grot is gebouwd in het jaar 1873 door de eigenares. De pastoor vroeg haar
Zou u daar niet een beeld van onze lieve vrouw van Lourdes bijzetten, naar aanleiding van de verschijningen te Lourdes, Frankrijk? En sinds 1874 komen hier heel veel mensen, omdat hier Pieter de Rudder op miraculeuze wijze genezen is van een open beenbreuk. En vandaag komen er hier nog altijd zo plus minus een 400.000 bedevaarders op bezoek per jaar. Mark Renneboy heeft hier gewoond en is hier groot geworden, maar ik geloof niet dat ik hem hier al ooit gezien heb. Mark, jij goddeloze. Ik ben daar wel geweest, maar hij was er niet. Hij was er niet. Ja, okay. Ik ben daar geregeld geweest in mijn Romse jeugd. En ging je daar mirakels afsmeken? Ja, maar wat mij meer interesseerde was, je had zo'n kleine rondgang en dat eindigde dan in het boerenhof waar wafels en pannenkoeken werden gegeten. Ja, en zo. Okay. Het altijd, bestaat nog altijd trouwens. Ja. Dus dat wonder dat daar is voltrokken, de genezing van een open beenbreuk. Zo ken ik nog wel een paar mirakels eigenlijk. Nee? Ja, mijn verkoudheid van vorige week is ook voorbij. Zeg, wij heren van Zichem is opnieuw te bewonderen, zullen we maar zeggen. Ja. Kijk jij alle dagen? Ik heb er weinig van gezien, omdat mijn repetities bij Peter Perzeval, dat die altijd om 1 uur begonnen smiddags. Dus ik zag er niks van. Maar ik heb nu wel de laatste gezien. Het is aangenaam traag. Aangenaam traag, maar het is waar. Maar ik vind dat ik heb ook Minuut of 10 gezien. Ja. Ken je eigenlijk de heer van Zichem? Persoonlijk. De heer van Zichem, ik heb geen idee. Geen idee wat het is. Prachtig gesprek tot nu toe, maar ik heb geen idee wat het over gaat. Of zat jij toen in Congo? Nee, ik was toen net terug en ik heb dat gezien als, weet ik veel, 12-jarig of zoiets. En dat was zo'n vast ritueel, want ik dacht, dat werd op zaterdagavond uitgezonden. Ik weet het niet meer, ja. Enfin, hoe dan ook in het weekend, en daar moest naar gekeken worden. Dat maar je werd bang voor mij, hè? Ja, je was maar dat was bedoeling, hè? Streng, dat was bedoeling. En ik denk dat er ook mee kijk ze nog afgedreven. Dat was bedoeling, gewoon eigenlijk. Ja, maar. Rest van mij ook. Maar dat is veel verbeterd. Laten we speciaal voor Rick eens even kijken naar een fragment. Wanneer zijn jij voor de laatste keer te biechten geweest? 8 keer. Mijn beds. Een maand of 2 bij zich. Als je wilt. Na. Moeder overste Hyacinthe heeft toch al gedaan, zie ik. Ja, ik wel. Zo. Ga bestelt je zo'n moragewerk op maanden om? Ah ja, voor de liefklas. Na de vakantie moeten we toch staan? Met. Maar, zijn de plannen al goedgekeurd? Ik zei pazen van jou, in ieder geval met nieuw concert. Pazen. Meneer Pistora, heb je het zelf gezegd? Heb ik niks gezien. En als ik iets gezien heb, dan heb je haar maar niet goed verstaan. Want meneer Pastoor, weet ik dat soms van de warmte? Ga het van de warmte weten. Tegen die lelijke geus van de smid gaan vertellen, met de complimenten van de pastoor, en de trap moet klaar zijn. Wie is die pastoor in zich? Ga of ik? Maar meneer Pastoor toch gewoon naar de burgemeester en vragen? Die lelijke ribrollige schaap. De patiënt is overleden ondertussen. Rick, wat vond je eraan? Ik zei het net al, er gaat iemand dood tijdens de uitzending. Dat moet heel lang hebben geduurd. Maar vroeger kon je zo spelen, dus met meer kap en al, dat je het topje van je neus zag. Maar nu moet allemaal aan de camera. Hè? Hoe oud was je? Dit is uit 69. Dus. 69, ja. 69. Ja. Hoe oud was jij toen, Jenny? Oh, 40 jaar zeker of zo. Zoiets, ik ben er nu 77, dus... Ja. Van waar is de echte moeder Cent? Mechelen. Mechelen. Ja. Je hebt er een mij een ja, ze hebben mij daar een keer op gestuurd. Ja. Je bent dom, hè? Ah, nee, nu is het. Klopt maar, hè? Maar ik was even. Hier is dat prentje. Ja. Kijk, je moet eens kijken. Het schijnt dat je er ook echt op gelijkt, maar nu moet je wel naar die camera daar kijken. Jenny? Ja? Daar, met dat rode lampje, kijk. Ja. En nu een zusterhoofd trekken, zullen we maar zeggen. Het is helemaal. Jenny, jij bent onlangs getrouwd. Ja. Je bent iets ouder dan het landelijke gemiddelde op de bruiloft? Eigenlijk wel, ja, maar dat lag aan het pensioen. Ik had een cumul van pensioen, omdat ik ooit les heb gegeven in Rijksmuziekacademia. En dat was een pensioen voor alleenstaande. En als ik veranderde van burgerlijke stand, namen ze mij 18.000 frank af. Per maand? Per maand. Ja.
En toen heb ik gezegd, en Antoine ook, voor dat ringsje, dat papier. Maar nu viel dat bezwaar viel weg en ben je er vol voor gegaan eigenlijk. Ja, we hebben er trouwens beelden van. Ja? Antoine Léon Bailly, neemt jij tot uw wettige echtgenote Jenny Francinia Tang? Ja. Het huwelijk zal niet geconsumeerd worden. We hebben al genoeg geconsumeerd ervoor. Ja. We zijn uitgeconsumeerd. Betekent dat dat jullie niet meer voor kinderen gaan? Nee. Er is een journalist die mij vroeg, het is toch niet van moed? Ik zei, ik weet, ik ben al 20 jaar over mijn tijd. Ja, dan moet toch uitkijken. Hoe is het met je echtgenoot trouwens? Ik weet het niet. Goed zeker, hij is thuis. Hè? Ah, oké. Okay. Dat is een pak van mijn hart, oké. Okay. Ja, die huwelijken tegenwoordig. Jenny, blijf nog even bij. Ik wens jouw echtgenoot en jezelf natuurlijk het allerbeste. Dank je wel. Dan is het nu tijd voor vrouwen en auto's. October 31st, November 1st and 2nd, Nick and Hall Mechelen. The biggest in the Benelux. The International Touring Salon, edition 2003. Featuring... De autofreaks zakken dit weekend weer massaal af naar de Neckerhal in Mechelen. Dit keer voor het International Tuning Salon Edition 2003. Veel mooie wagens en al zeker één mooie vrouw. Evelien Hoste. Well, every woman I know crazy about an automobile. Every woman I know crazy about an automobile. And here I am standing with nothing but rubber. Evelien, ja? Wat is dat precies, dat tuning salon? Het salon, tuning salon is eigenlijk een beurs waarop heel wat standjes staan, zoals op elke beurs natuurlijk. Standjes, ja. En wat is er daar te vinden? Er zijn de nieuwigheden en de nieuwste snufjes zijn te vinden in auto-accessoires. En filters en zo. Filters is al wat ver gezocht, maar ik denk wel dat je dat vindt. Je maar het gaat... Dat is ook al zeer ver gezocht. Heb je een medisch probleem, Mark? Er is een heel duidelijke term. Ik weet geen flauw benul van waar het voor dient, maar het bestaat eigenlijk. De joie de culasse. Ja, dat is een onderdeel van de auto. Dat is een onderdeel auto, van een wagen, daar zijn we het over eens. Ja, ja. Maar op tuning salon gaat het meer om de buitenkant, alhoewel het ook over de binnenkant van de wagen gaat, de motor. En zo, die wordt ook wel verfraaid. Maar het gaat vooral om velgen, bepaalde wielen, banden voor op de auto. GPS-systemen is zeer in momenteel. Ja. Radio-installaties van die grote boxen, van die woofers, dat ze noemen. Eigenlijk is er alles te vinden wat je maar aan je auto kan toevoegen. Ah ja, laten we vooral het duidelijk. Of... Nee. Ken jij het? Een auto. Heb jij een getunede wagen? Ik ga altijd met de trein. En die zijn gedetuned. Ja, ja, ja. Maar het tunen is dus eigenlijk het verfraaien van je auto. Laten we eens gaan kijken naar zo'n getunede wagen. Het enige dat eigenlijk niet veranderd is aan deze wagen is eigenlijk de buitenkant van het dak. De rest is alles veranderd. Alles. Luchtvering, doorgrepen verwijderd, achterbumper zelf gemaakt, tv-scherm in de vloer, in het stuur, van achter een 17-inch tv-scherm. Persoonlijk vind ik dat mooi. Ik vind een tuning moet je altijd iets zoeken dat nog niet bestaat eigenlijk. Ja, het zag er fantastisch uit, maar... Ja? Rijden ze ook met die dingen? Met die wagen denk ik dat hij wel nog kan rijden, maar er zijn ook auto's waar ze helemaal niet mee kunnen rijden. Er zijn ook van die auto's, je ziet ze soms in de videoclips waar ze mee jumpen. Ja. Dat zijn lowriders, daar kunnen ze helemaal niet mee rijden. Kijk eens even, zijn dit lowriders? Ja. Oké, okay, vertel. Dat zijn lowriders, dus die auto's zijn enorm, enorm laag. Je gaat wel zien als die op de grond probeert stil te staan. Wat doen ze met die auto's? Ze steken daar bepaalde veren in, waardoor dat die met luchtdruk kunnen jumpen. Maar ze hebben voor zo'n één auto, voor die één minuut zo te doen jumpen, hebben ze 12 tot 16 batterijen nodig. Ja. Maar je hebt ook tuners, want het is een beetje een verkeerd beeld over tunen. Tunen is niet alleen dit. Tunen is gewoon in het algemeen, ik maak mijn auto unieker, ik maak het voor mij specialer, ik maak er iets origineler van. Dat is tunen. Dus je hebt een ongeval, een dronken toestand, je komt thuis en je vrouw zegt, heb je het auto? Ik heb hem getuned, zeg je. Ja. Een persoonlijk aspect aan tunen. Ik denk dat wel dat bij tunen is wel de bedoeling natuurlijk dat we het mooier gaan maken. Ja, maar hij is wel een extreme tuner. Smaak is natuurlijk wel... Het aanhangen van een chaos-theorie is zo duidelijk mogelijk. Smaak is niet te betwisten. Nee, dat is juist. Dus ja, in die zin is het misschien wel tunen, ja.
Maar nee, wat ging ik nu zeggen? Nee, maar ook omdat je. Nee, maar jij houdt ook zelf van auto's, waar of niet? Ja. Ja. Want ja. Wat doe jij zo nog af en toe? Ik ben dit jaar beginnen autorallyen. En ik vind dat eigenlijk wel heel fijn, ja. Dus kijken of je er ook wat van kan. Dan een opvallend team in de 46, dat is de Focus van Hein de Rink. En zijn co-piloot is een co-pilote. En dat is niemand minder dan Evelien Hoster. Die dus debuteert als co-rijdster in de rallysport. Maar ze verliezen meteen heel wat tijd als ze even over kop gaan. Dus redelijk snel over kop. Ja. Het was de eerste keer. Het was de eerste keer. Eigenlijk is dat tunen, toch? Nee, dat is de vorm van tunen, ja. En ik zei wel de baan. Ik moest wel de weg leiden. En dat eindigde... Het was jouw fout. In de vliegkot. Nee, het was niet mijn fout, zeg ik altijd. Maar we zijn dus wel zo helemaal... we zijn eigenlijk in de eerste kapé. Ik had eigenlijk gezegd tegen die mens, tegen Hein, zeer goede piloot eigenlijk, van... Hein, ik wil hier winnen. Dus ga ervoor. Ja. En hij heeft, ja, dat was de juiste spirit, vond ik. Maar hij is er wel enorm voor gegaan. Hij zei gewoon de eerste bocht al. Dus ja, je kunt er nu mee lachen, maar is het niet echt. Ik vond het niet zo voor te lachen, want op dat moment we zijn echt wel drie keer over kop gegaan. Maar was het over kop of was het tête-à-queue? Nee, dat was echt wel over kop. Ah, ja. Dus 1, 2, 3, Mark. Ja, drie keer. Heeft hij jou nog voor een tweede keer gevraagd? Ja, eigenlijk wel. Ja. Hij zag het wel zitten. Ik moet wel zeggen, toen ik eruit kwam, had ik even zoiets van... Vooral mijn piloot was licht in shock. Bloedneus. Want zoals hij zag, ik ben maar zo. Hij was drie keer mijn volume. Was een zeer robuuste kerel. En hij had wel een zware klap gehad. Maar hij heeft mij overtuigd van, Evelien, kom, we gaan verder. En ik had eerst zoiets van, nee, jong, ik zei, zot, ik doe dat niet meer. Ik kom daar niet meer in. Maar ik ben beginnen beseffen van eigenlijk ben ik drie keer over kop gegaan en ik leef nog. Dus we gaan verder doen. En we hebben verder gereden, maar je ziet, het ging wel niet echt snel niet meer. Hè? Maar we waren daarvoor naar Oostakker geweest, niet? Nee, daarna wel. Ja, moeten we danken. Dus maar ik ga het wel nog doen. Ik ga zelf rijden. Nu was ik co-piloot. Hè? Ja, natuurlijk. Dus ik ga nu iemand anders de baan doen. De weg laten wijzen, zullen we zeggen. Ja. Misschien is het wel verstandig. Ja. Zin voor ervaring. Ja. Tijd voor een tuneetje. Ze zingen vanavond een van de grootste hits van Coldplay, de laatste showband, met In My Place. Must you pay for it? Yeah, how long must you?
in My Place door de laatste showband. Ik bedank mijn gasten Rick de Leeuw, Mark Vrijnebo, Evelien Hoste, Lothar Grom en Jenny Tangen. U bedank ik voor het kijken. Maandag is er natuurlijk opnieuw een laatste show. Dan komt Paul McCartney persoonlijk zijn pasgeboren dochtertje voorstellen. En Assise rechter Godin komt spreken over het geringe verschil tussen apen en advocaten. En Herman Brusselmans en Stijn Konings komen ook. Tot maandag. In my place were lines that I couldn't change, and I was lost. Oh yeah, oh yeah. Wie durft morgen de